Hier in het DAF-museum bewaren wij de geschiedenis van DAF en de geschiedenis van de innovatie van DAF. In 1958 introduceerde DAF een kleine gezinsauto, waarbij de bijzonderheid was dat hij een traploze automatische transmissie had. DAF's volautomatische transmissie maakt het rijden tot een waar genoegen. De keuzehendel in de stand voor of achteruit. Het tientere pookje. Het enige wat de chauffeur hoefde te doen was voor of achteruit aan te wijzen voor de auto. De auto deed de rest. Dat was zeer ongebruikelijk in die tijd. DAF. Economisch, veilig, betrouwbaar. We zijn bij een DAF uit 1952. De tijd, 7 jaar na de oorlog, dat alles Spartaans was, eenvoudig. En voor de chauffeur was er ook niet zoveel. Hier dus het simpele Spartaanse interieur. Als de chauffeur moest slapen, dan had hij een plank hier achter liggen. En die legde hij hier over de stoelen en een beetje op de motorkap. En dan kon hij slapen. In 1962 verbijsterde DAF vriend en vijand met de introductie van een slaapcabine af fabriek met daarin 2 vastopgestelde bedden. Dat was absoluut niet gebruikelijk in die tijd. En deze cabine had 2 bedden. Eentje die hier tegen de achterwand ligt en plat neergelegd kon worden. En één die hierboven in het dak weggestopt zat. Het allerbelangrijkste bij innovatief zijn is aan de ene kant kijken en luisteren naar je klanten en je gebruikers. Aan de andere kant de techniek goed gebruiken, het simpel houden waar het simpel kan en het gedegen maken waar het gedegen nodig is. In 1972 kwam DAF met de intercooler. Intercooler was wel bekend, maar was nog nooit toegepast in voertuigen. Het werd gebruikt in schepen en centrales en dan waren er hele grote installaties die hielpen om daar brandstof te besparen. DAF wist dat zo compact en effectief te maken dat je met een kleine uitbreiding aan de motorinstallatie die doelstelling kon realiseren. En we waren de enige en de eerste. DAF was ooit een kleine speler in het veld. Kon alleen maar zijn positie handhaven en verbeteren door slimmer te zijn dan de rest. Of er eerder bij te zijn of betere ideeën te hebben. Want dat was de overlevingskans van de onderneming. En dat heeft uitstekend gewerkt. Want dat is niet alleen een overlevingskans, maar dat is de kans waarmee je de grootste en de beste wordt. En dat zijn we ongeveer.